Allereerst beginnen we met een goede warming-up. Ik zal een aantal oefeningetjes voordoen en dan kunnen jullie alvast de warming-up inzetten. Allereerst starten we met de armpjes vooruit. Rustig dribbeltje terug. Armpjes achteruit. Rustig dribbeltje terug. Knie even. Hoge knieën. En rustig terug. Hakken billen. En rustig terug dribbelen. Zijwaarts. En rustig terug. Zijwaarts de andere kant. En rustig terug. Kruispassen. Korte pasjes. En de andere kant. Even Lies uitdraaien. En terug dribbelen. Lies indraaien. Ring uitschoppen. En rustig terug. Dan even twee keer. Rustig trippelen. En even aanzetten. En rustig terug. Nog een keer op de plaats. En weg. Oké, dit was de warming-up. Als begin. Als volgende hebben we de enveloppenloop. Je hebt vier dopjes. Als dopjes kan je ook pakken melk of t-shirt of iets anders gebruiken. Je zet vier dopjes uit elkaar in de hoeken van de tuin, van de plek waar je kan trainen. Je begint bij de ene dop. Het gaat als volgt. Eerst loop je rechtdoor, dan zijwaarts. Ik doe hem even voor. Uiteindelijk komt het neer dat je een envelop loopt. Dus je begint rechtdoor. Gaat zijwaarts. Daarna diagonaal, schuin. Ga je zijwaarts. Rechtdoor. En diagonaal. Dit is één envelop. De tweede serie kan je hem doen en dan begin je de andere kant op. Dus eerst begin je naar links, daarna begin je deze kant op. Als volgt, eerst zijwaarts, rechtdoor en schuin. Rechtdoor, zijwaarts. En schuin. Dit was de volgende envelop. Van deze kan je 5 series doen, 5 blokjes. En na één blokje, als je één blokje hebt gedaan, kom je hier. Is het een rustig rondje om het hele veld heen dribbelen. Dus gewoon rustig, heel langzaam. Lekker dribbelen. Om het vierkant heen. En als je rustig gedribbeld hebt, kom je hier terug, start de volgende envelop. Dit is de enveloppenloop. Volgende oefening.
vier kleuren. Pak thuis dingen met vier verschillende kleuren. Je begint bij je pion. Eén iemand roept een kleur. Jij gaat naar die kleur toe. Je tikt hem aan. Dus voor een kleur geroepen. Blauw. Ga naar de blauwe toe en terug. Wit. Naar de witte toe en terug. Geel. Naar de gele toe. Terug. Oranje. Oranje en terug. Blauw. Volgende is, met een bal, wordt een kleur geroepen, gaat naar de pion toe, dribbelt eromheen, komt weer terug. Start met een bal hier, er wordt een kleur geroepen. Blauw. Met de blauwe toe. En terug. Wit. Geel. Oranje. Vijf keer het rechterbeen, vijf keer het linkerbeen. Twee, drie, vier, vijf. En dan het linkerbeen. Eén, twee, drie, vier, vijf. De volgende oefening is terugspelen met de wreef. Dus vijf keer met rechts, vijf keer met links. Aangooi met de wreef. Eén, twee, drie, vier. 5. En dan met links. 1, 2, 3, 4, 5. De volgende variant is bal aangooien, terugkoppen in de handen. Oefening, bal wordt aangegooid op je borst, neemt hem aan, speelt hem terug in handjes. Als volgt. Dit komt bij de bloepenversie. Volgende is een spelletje tussen de pionnen door. Allebei ga je aan één kant staan. Je moet hem tussen de pionnen inspelen. Je mag hem één keer aannemen en dan weer terug. Als je hem niet tussen de pionnen speelt, krijg je één strafpunt. Bij vier strafpunten 10 keer of buikspieren of opdrukken. Dus dit is echt een wedstrijd tussen L2. Kijk maar even mee. Eén keer aannemen en pasen. Ja, hij komt ervoor. 1 minpunt. Moet achter je lijn blijven. Zorg dat je hem aanneemt achter de lijn. 1-0. Blijf achter de lijn en paas hem tussen de pionnen door. Probeer lekker strak te pasen. Maak het niet allemaal moeilijk. Kijk, heel goed hersteld. Daarnaast. 1-0. Tot de 4. En de verliezer gaat de buikspieren doen. Ga op een afstandje staan. Iedereen heeft een duobak of iets rond, een wasmand. Probeer de bal erin te krijgen. Kunnen we deze knippen plakken? 2, 1. Zit hij? Hé, hey, moet sneller filmen. Zeg hem, kijk eens, we hebben hem. Hup.